Na haar strijd voor microkrediet een nieuw thema voor Maxima. Arme mensen moeten bankrekeningen krijgen waar hun geld, hoe weinig het ook is, veilig staat. De prinses vertelt onder andere Hillary Clinton dat mensen in Afrika lang moeten reizen om bij een bankgebouw te komen en daar hun geld te krijgen. Leraren die gaan weg van hun school, ze moeten 2 weken weg om hun betaling, salaris te krijgen van de dichterbij bank. De prinses krijgt in New York steun voor haar werk, omdat ze wereldleiders en bankiers overtuigt dat arme mensen met een bankrekening hun toekomst kunnen plannen en daarmee verbeteren. Dat je kan sparen, dat je kind echt naar school kan gaan. Dat je kan sparen bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Dat je kan een krediet nemen om je kleine onderneming te beginnen. En daardoor een inkomsten te verzorgen. Dat dit zijn de betalings, dat je kan je vrouw echt geld sturen van stad naar rurale gebied. Dit zijn allemaal diensten die mensen echt nodig hebben om hun leven waardig te maken. De prinses voert de internationale druk op. Volgende maand gaat ze praten met de landen van de G20. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.